Hoi, we gaan blusjes doen en ik heb het in tweeën gedeeld omdat het heel veel was. Dus dit is deel 1a en dan heb ik zometeen nog deel 1b. Er staat hier een krat voor de boodschappen. En dan volgende week deel 2 van de blusjes en het is cream en poeder door elkaar. Dus dit is allemaal Revolution wat ik heb. Laten we gewoon hier vooraan beginnen. Dit zijn de Revolution Blusher Reloaded. En dit is Sweet Pea. En ik heb Peaches and Cream. Dit zijn poederblusjes. Ik ga niet alles... Ik doe alles dicht wat ik heb benoemd. Ik ga niet alles swatchen. Dit is de Revolution Pro Luster Blusher in Pink Rose. Dan heb ik een XX Revolution Folklore. Oh, dat zal de kleur zijn, Folklore. Dit is wel een cream blush. En dan heb ik deze. En dit is een Revolution Pro Eternal Rose Rose Dream. En dit is een blush en een highlighter. Dan heb ik drie van die paletten. Dit is de Golden Desire, de Revolution Ultra Blush. Dan heb ik de Hot Spice. En dan heb ik... dit is ook Hot Spice. Zijn die dan hetzelfde? Ja. Nou mooi, daar kan er één weg. Dat is dan dat ruimtje op. Ik heb van XX Revolution de Glow Sculptor in Lock and Key. Dit is een cream blush en bronzer. En daar heb ik ook de kleur Forgive and Forget van. Die is wat lichter. Deze blush vind ik mooier, die andere bronzer vind ik mooier. Van XX Revolution. Ik vind deze verpakking zo gaaf. Hè? Dit is een beetje metaalachtig. Maar dit zijn poederblusjes. En dit is Abundance. En dit is Vision. Dan heb ik nog van, het is ook van XX Revolution. Ja, het is ook van XX Revolution. Dit is Charisma. Dit is een soort balm. Ja, dit is een balm, een blush balm. En daar heb ik ook de kleur Charm van. Die zijn niet heel gepigmenteerd, maar wel leuk. Dan heb ik daar ook de blikjes van. En dit zijn van Revolution. Het is een multi-use balm. Nou, het zal. Het irritante is dat hier dus geen kleur op staat. En ik het er niet op heb gezet. Dit is de meest nude variant. En dit is een rooskleur. Ik weet het niet. Dat dus. Net als bij deze. Moet je ze breken. Wil er pigment uitkomen. Zie je? Nou, doe ik toch zwart. En ik heb geen doekjes mee naar beneden genomen. Zie je? Ze glimmen heel erg. Mijn hand nu ook. Ik ga deel 2 klaarzetten. Momentje. Ik doe het gewoon zo. Laten we hier beginnen. Dit is de Milani. De Milani blush. In Tea Rose. Dit is een poederblush. Heel leuk. Heel mooi vind ik dat. En dit is een Milani pakket. Met een trio.
Maar er staat nergens welke kleuren het zijn. Maar dit vind ik hele mooie kleuren. Hele mooie poeders. Ik heb een butterblush van Physicians Formula. Dit is gewoon de butterblush Natural Glow. Ik ben niet zo gek van de geur. Dan heb ik van Colourpop deze. Dit is de Flirt Alert Pressed Powder Blush. Ja, ik ga dat niet met één hand open krijgen, jongens. Ik heb van MUA een blush. Een matte poederblush in de kleur Blushed. Ik denk dat de kleur Rouge Punch heet. Dan heb ik van Catrice deze matte powder blush in Coco Coral. Dit is met zo'n dingetje. Van Catrice heb ik de Cheek Lover Marble Blush. Dit is volgens mij de nieuwste. Maar ik heb ook diegene daarvoor. De Cheek Lover Oil Infused Blush. In 010 Blooming Hibiscus. En wat is deze dan? Dahlia Blossom. Oké. Dan heb ik twee. Ik heb een Airbrush Mat. In de kleur 130 Spice Space. En ik heb een Airbrush Glow in 030 Rosy Love. Die ziet er dan zo uit. Het is met meerdere kleuren. Dan heb ik een hele stapel aan Catrice blushes. Ik probeer het altijd een beetje op merk te doen. Dit is de gewone blushbox in Burgundy. Dan heb ik de box in Nude Peach. Dan heb ik er een in Nude Peach. Dus die kan weg, die heb ik dubbel. Dan heb ik 040 Berry. Ik heb Nude Peach, werkelijk. Dan heb ik de Multicolor Glowing in 020 It's Wine O'Clock. 030 Warm Soul. En ik heb 010 Dolce Vita. Dan heb ik wat Essence blushes. Dit is de Blush Lighter in 04 Peachy Dawn. Dan heb ik de versie Coral Sunset. En ik heb deze. Dit is Nude Twilight. Dan heb ik de nieuwe Pure Nude Baked Blush van Essence in Rosy Rosewood. En dan heb ik een hele stapel blushes. Dit is de blush van Essence. Zo heet het gewoon, de blush. Dit is 70 Believing. Bedazzling staat er. Deze is Befitting, nummer 10. Deze is Blooming, nummer 50. Deze is Breathtaking, nummer 30. Deze is Bespoke, nummer 20. En dan heb ik een Mosaic Blush in 35 Natural Beauty. Nou, dat waren de Essence blushes. Dan gaan we naar L'Oreal. Van L'Oreal heb ik van Infallible de Blush Paint Longwear High Intensity Palette.
Oh, en daar zit in Dream Ballad, Besprinkleable Me, Peony Rose en Fuchsia After Hours en Flamingo Dance. Misschien moet ik die wat vaker gaan gebruiken. Dan heb ik de L'Oreal Melon Dollar Baby. Ik heb de Life's Peach. Dan heb ik de Age Perfect in 101 Rosewood. En ik heb de Age Perfect en dit is een Satin Blush. Hier heb ik de naam van afgehaald. Handig. Dan heb ik de Le Blush van L'Oreal in 160 Peach. Ik heb Le Blush in 120 Sandalwood Pink. En ik heb de Le Blush in 90 Luminous Rose. En wat ik dan nog meer heb is een Max Factor Miracle Touch Creamy Blush in Soft Copper. Het is geen poeder, het is geen crème. Het is een beetje een rare structuur. En dan heb ik van Max Factor heb ik deze. De Facefinity Blush in Nude Mauve. Heel mooi deze, echt heel mooi. En ik heb van Max Factor Creme Puff Blush in 15 Seductive Pink. Dit is dus de helft van mijn blush collectie. Ik heb nog twee van deze doosjes. Die zijn ooit van zo'n beautybox geweest. Daar bewaar ik het dan in. Ik heb nog twee van die dozen en wat lossen. En dit waren ook twee dozen en een paar lossen. Dus volgende week de rest. En dan gaan we daarna gewoon weer kijken of het in één aflevering past. Maar voor één aflevering werd het denk ik echt een beetje te lang. Want ik ben nu al zo'n 12 minuten aan het filmen. En dan die andere zijn ook heel veel high-end blushes. Dus dit was deel 1 van de blush collectie. Dit is mijn beeld weer. Hier is een fles Baileys die Wessel mee gaat nemen als hij het weekend weer uit logeren gaat om te gaan stappen. Nee, hij gaat niet stappen. Hij gaat naar milkshake. En dit zijn de helft van mijn blushes. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. Doei!